Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben net wakker, ik heb het eten even klaargezet. Ik had gisteravond een tip gehad van iemand dat je je Starlink tussen het dakraam moet doen. En dan het dakraam dicht, dan klemt hij de Starlink. En in het begin, als hij dan gaat zoeken naar satelliet, gaat hij wel wat draaien. En dan zegt hij in de app, motor zit vast. Maar, ik heb hem ertussen geklemd. Het raam dicht en het internet is gewoon goed, ook al gaat hij niet scheef staan naar de satellieten toe. Het internet is wel goed. Dus ik kan hem waarschijnlijk ook onder het rijden gewoon. Dat zei diegene ook. Maar ik ga het nog even proberen dus of we onder het rijden ook internet hebben. Dus kan ik hem gewoon zo laten. Ik alleen even uitkijken dat ik mijn hoofd niet stoot. Maar voor de rest denk ik dat dit prima kan. En je hoeft het dak niet meer op, hij zit gewoon klem. Kijk. Het zit gewoon goed vast. Er kan niks mee gebeuren, want hij zit hier op het rubber. Dus dat gaat ook niet glijden. En voor als je weg bent, is het ook wel fijn voor jatgevoeligheid. Nee, dit kunnen ze niet jatten, want niemand ziet het van buiten. Nee. Dus we gaan dit even testen. En dan laat ik weten of dit werkt. Het is erg bewolkt. Nou, we hebben nu ook ons oplaadding onder het rijden. En dat ding laten we zitten, die Starlink. Ik denk niet dat we onder het rijden internet hebben, hè? Maar we gaan het natuurlijk wel proberen. We gaan eerst even naar een plek met een, daar kan je water laden en wc-lozen en alles. Dus daar rijden we eerst even heen en dan gaan we naar Tabernas, daarbij in de buurt. Dan gaan we eens even dat wilde westen van Spanje bekijken, de woestijn. Ik hoop dat het nog wat zonniger wordt vanmiddag. Jullie zullen het niet geloven, maar onder het rijden, vul mijn telefoon maar eens. 153 MB per seconde nog, gewoon net zo snel als we stilstaan. Oh. Dus dat was een goede tip van diegene. Ja. Bedankt voor de tip. Daar hadden we wat aan. Een duimpje voor de tip. Als jullie naar Marokko gaan met de boot, gaan jullie dan vanaf Gibraltar of Algeciras? En waar halen jullie de ticket dan? Gewoon online of daar bij een ticketshop? Gewoon ergens in de haven of in de stad? Ik zat al wat te kijken, maar er zit aardig wat verschil tussen de prijzen. En we willen een open ticket en die kan ik online nergens vinden. En als het goed is kan je die bij zo'n winkel wel halen. Want we weten niet hoe lang we er blijven natuurlijk. En als je een ticket hebt met datum, dan moet je op die tijd weer terug. Dus waar kan je een open ticket kopen? En vanaf welke plaats is het beste? Als jullie dat zouden willen laten weten in de comments, dat zou mooi zijn. Nou, we hebben een plek gevonden hoor. Even wachten tot die camper weg is. En dan gaan we. Ik wil alles doen. We hebben alleen dat blauwe reinigingspul niet meer voor in de wc. Dus dat moeten we even zien te kopen ergens. Ik ga zo even de benzinepomp in die erbij zit. Misschien dat hun het verkopen. Anders zou het jammer zijn. Oh, hij is klaar. Maar als hij maar leeg is, dan zijn we al een heel eind. Ja, hij moet sowieso leeg. Maar ik ga er ook niet gebruik van maken van de wc's, dat spullen niet in zitten. Mag je hier legen? Ja. Oké. Okay. Ik denk het wel. Dat was niet heel veel, toch? Nee. Nou, ik ga even naar die winkel lopen. Dus zo weer, ja? Ja, is goed. Dan komt hij weer aanlopen en hij heeft het blauwe spul. Nou, kunnen we die ook weer lekker gelijk verversen. Weet je dat nou gezien? Nou? Dat is een hokje die boottickets verkoopt naar Marokko. Echt? Ja. Oh. Ik ga echt zo even kijken. Ja, dat snap ik. De benzine is hier weer wat duurder als in het, iets verder naar het noorden toe. Hier betaal je op zijn goedkoopst 1,43. Ik heb nu een app erop staan, dus ik kan alles zien in de buurt. De meeste pompen zijn 1,64. Wij gaan nou eentje vlakbij rijden, die is 1,44. Daarna gaan we naar Tabernas. Maar ik heb nog iets minder dan een kwart erin, dus ik moet hem even vol hebben. tank zit weer vol, hoor. Ik heb even berekend, ik heb de tank helemaal vol gedaan. Het stroomde zelfs uit de tank eruit, zo vol zat hij. En dan ga je bijna 1 op 10,5. Is dat netjes? Ja, dat is heel goed. Vooral voor in de bergen hier. 1 op 10,5. In Nederland rijd ik 1 op 9 of zo. Het eerste stuk, zeg maar, het vlakke stuk. Ja. Misschien omdat ik toen harder reed, denk ik. Dat zou kunnen. Maar 1 op 10 is dus makkelijk haalbaar. Ja. Want het rijdt zeker niet heel extra zuinig of zo. Ik rijd gewoon lekker door. Omdat diesel onder de schoenen heb ik. Hoor je het piepen? Oh. Ja, ik ruik het ook. Ja. Tabernas. Westen. Je hebt hier allemaal westen dingen. Ja. Wat is het daar? Met een ranch of zo? Ik heb geen idee. Fort Bravo, Texas Hollywood. Zullen we eens even op Google Maps kijken wat hier allemaal in de buurt is te vinden. Dit is het daar niet. Oké. Moeten we daar staan of? Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Wel een beetje smal. Wel een beetje smal, ja. Maar hier. Ja, ik zal hem hier tussen zetten. Zoiets? Hij kan er makkelijk uit, toch? Ja, want hier heeft hij best wel wat ruimte. Ja, mooi. Gaan we eens even buiten kijken. Nice, nice. En hij begint weer te draaien. Ja, als je stilstaat begint hij te draaien en dan stopt hij op een gegeven moment. Maar je hebt gewoon goed internet, dus... Hier staan we. Als je op de bord kijkt. Fort Bravo, Texas Hollywood. Cinema Studios. 4 kilometer. Net of we in het Wilde Westen staan hier. Maar hier heb je Mini Hollywood. Dus daar gaan we even heen lopen. Ik weet ook niet wat het is, hoor. Geen idee. Ik zag volgens mij wel wat van die oude westenhuisjes staan, weet je wel. Van die Amerikaanse westenstadjes. Nou, je moet intree betalen waarschijnlijk hier. Ik denk niet dat we dat gaan doen. Nee, ik ga geen intree betalen. We moeten even rustig aan, hoor. Veel geld uitgegeven de laatste 2 maanden. Iets van 3 keer zoveel als dat we gepland hadden. Dus als we zo doorgaan dan kunnen we niet heel lang op reis. Dus we moeten even normaal doen nu. De meeste kosten hebben we gehad. We kunnen nou zelfvoorzienend staan, dus als het goed is kunnen we nou die kosten weer terugverdienen. Mini Hollywood, volgens mij zijn deze films hier opgenomen, allemaal bekende films. Maar dit zijn dan de Spaanse namen. Clint Eastwood, nog een keer Clint Eastwood. moest je €52 betalen om die huisjes te zien hier. En ik weet niet of het nog een show is of zo, maar ik ga er zeker geen €52 voor betalen. We lopen er wel even langs en dan film ik het wel even. En het enige wat ik even wou zien was die huisjes. Ik hoef die shows en zo niet te zien, als dat er al is hoor. Ik heb nou niet echt op Google gekeken. Kijk. Heb je de bank? Het is dat het zo hard waait, anders vloog ik er gewoon even met de drone langs. Oh, hier stopt het hek. Kijk, dan kunnen we even voorbij het hek even kijken. Annie kan er bijna niet overheen kijken. Nee. We moeten wel uitkijken hier. Oh, hoor die wind. Oh, waai gewoon zelf bijna op. Je kan het zeker niet met de drone vliegen. Wow. Ik kan gewoon bijna tegen de wind in hangen zo. Blacksmith, zie daar. Spierpijn van gisteren, van het skielen. Oh, dit bord dat kraakt helemaal door de... We rijden even verder om de rest bij Tabernas zelf te bekijken. En om... even langs de Route 66 restaurant te gaan en je hebt hier nog een viewpoint, een panoramisch viewpoint over het hele gebeuren heen. En dan gaan we straks denk ik weer terug naar deze plek om daar te gaan slapen. Maar eerst even alles bekijken, zodat we dat morgen niet meer hoeven doen hier. Het is nou nog vroeg, dus we kunnen alles vandaag mooi bekijken hier. Fort Bravo, Texas Hollywood, die kant op. Ze zullen steeds smaller gaan. Ja. Je kunt allemaal door de navigatie die smalle straatje in te sturen. Dit ziet er wel heel mooi uit. Hè? Ja, inderdaad. Maar ik ga hier even keren, denk ik. Dat is wel de beste optie, denk ik. Hier, daar hebben we die trekkertje weer aan. Ja, ik heb de navigatie even op Route 66 gezet. We gaan even daar kijken en dan gaan we vanaf daar even drinken. En dan gaan we even rustig bekijken waar we naartoe gaan. Hier bij Tabernas. Wat we gaan bekijken. We zijn bij Route 66, denk ik. 180 meter, ja. Ja, we zijn er. Er wordt een heel dorpje bijgebouwd, of staat dat er al? Ik wil even een foto maken met de camper ervoor hoor. Is dat er nou wel echt anders neer? Hè? Ja. Ik heb mijn telefoon even gegeven. Route 66. Hier is een western campingje gebouwd. Maar ik had gelezen in de reviews dat de helft nog niet af is. Dat zie je daar ook wel dat ze dan nog aan het bouwen zijn. Dus wij komen alleen even bij het bekende restaurant eten hier, of wat drinken. Dat staat ook nog zeker op onze planning, een keer naar Amerika met de camper. Nou ja, daar dan een camper huren. Dat gaat in de toekomst ook nog op ons kanaal komen. Maar dat kan nog wel een poosje duren. We durven niet te zeggen wanneer dat zou zijn. Nee, we durven niet te zeggen wanneer het is. Misschien wel met een jaar, maar misschien ook wel met 3 jaar. Of met een half jaar, zeg maar. Of langer zelfs. Misschien nog wel langer. Maar het gaat eraan komen. Ik heb een stuntje in mijn schoen. We gaan even naar binnen. Ik film binnen zo nog wel even. Dit is de binnenkant. Zo'n kastje. Echt een Amerikaanse inrichting natuurlijk. Maar ik heb behoorlijk dorst, dus wij gaan even lekker zitten. We gaan even wat drinken. Kijk hier naast deze mooie motor. Kijk daar, staat gewoon een motor hier binnen. Mooi ding. Gaan we even naast zitten, of niet? Ja. Lekker een cola uit de zero erbij. Ik heb wel dorst, jij dan? Gaan we verder, we hebben even een colaatje gedronken. We naar de camper, rijden we daar weer heen, die kant. Daar heb je Fort Bravo, Texas Hollywood. Texas Hollywood Studios. Oh, mooie splinternieuw asfaltweg. Verder heb je het Hollywood sign in de bergen. En dan met taxis ervoor. We moeten in de 1, jongens, we moeten in de 1. Ja. Je moet hier een ticket halen. Ja. Dan mag je op deze camping. Oh. Ik weet niet hoe duur die is. Ja, dan moet je €55 betalen volgens mij. Ik ben weer omgekeerd. Ik moest €55 betalen daar. Voor één nachtje. Dat gaan we mooi niet doen. Dat is wel jammer, want ik wou die studio op zich wel zien. €55 hoeft het van mij niet. Gaan we nog een paar campings tegen, die keren ook komen, die zijn ook al veel te duur om even daar te kijken. Ja, zo kun je aan de gang blijven natuurlijk, alles is wel leuk. Maar ja, als je dat allemaal gaat doen, dan ben je natuurlijk bij zo'n €5000 is niks. Dat zijn we sowieso al kwijt makkelijk in de maand. Maar als je alles gaat doen, dan ga je richting de 10.000 in de maand. En ja. dat kan gewoon niet. Nee, dat is te gek. En het is klaar. Hij is nog heel even aan het exporteren. Daarna ga ik hem uploaden en dan gaan wij even lopen. Ik neem de drone niet mee, want dan vliegt het ding alle kanten op. Het ding vliegt sowieso alle kanten op, maar dan vliegt hij de verkeerde kant op. Het waait echt heel hard. Ja. De camper die schudt soms zelfs een beetje heen. Ja, dus de drone wordt niks, dus ik neem er gewoon de camera even mee. Gaan we even daar naar beneden lopen een stukje. Misschien dat we wat leuke dingen zien onderweg. Dat werkt wel mooi. Alleen het wordt warm, maar het wordt natuurlijk nou niet gekoeld door de wind. Ik weet niet of dat nodig is. Hij wordt een beetje warm, niet super warm. Hou het wel even in de gaten. We gaan even lopen, de vlog is aan het uploaden. Dus we gaan even naar buiten toe, hè? Ja. Onze plaats voor de nacht. We gaan even oversteken hier. Kijk, kom maar, snel. Ga daar even naar beneden kijken of je daar wat ziet, of daarachter. Daar ga je ook heen lopen. Hier mag je niet staan. Maar daar wel. Een minuut of hebben we naar beneden kunnen lopen, dit is wel leuk, of niet? Het weer is perfect. Het is gewoon lekker warm, maar niet de volle zon erop. Dus gewoon perfect weer om nou lekker hier even te lopen. Het waait alleen wel heel hard. Ja, hier valt het mee toch? Ja, hier is het wel iets minder. Als je bovenop staat wel inderdaad, ja. Oh. Kijk, een berggeit. Ik shit, ik filmde te hoog denk ik. Die zat daar te eten. Daar heb je meer. Ja, daar staat hij. Ik hoop dat jullie hem zagen. Er staat hier een wilde geit te eten. Het is niet echt een geit, het is een... Een hele grote bok ofzo, ik weet niet wat het is. Hey! Het is allemaal ingezakt. We zijn hier naar boven op zijn berg gelopen. Zie je dat? Een ingang van in die berg. Daar ga ik naartoe. Dat gaan we even verkennen van dichterbij. En iets ouds hebben ze hier nog gemetseld. Een oude muur of zo. Zullen we er even heen lopen? Ja, dan. En die neemt altijd de veilige route. Annie gaat er een foto maken. Kom maar. Ik dacht dat je daar langs liep. Daar staat ook een oud huis van vroeger. Ik hoop niet dat er iemand in zit. Dat lijkt mij toch niet. Ik blijf filmen. Ik ga nou het eerste moment dat ik binnen stap vastleggen. Gelukkig is er niks binnen. Oei, heb je nog een gat naar boven? Hè? Ik ben er gewoon in. Ja, kom maar. Het is een oud huisje, denk ik, van vroeger. Is het wel veilig? Ja. Kijk die deur ook, hoe oud. Doet hij het nog? Ja. Ze staat donker. Ja. Zo is dat? Weet ik niet. Ah, kunnen we verder hier? Ik ben op een piek van een berg geklommen. Ik heb hier op het randje gestaan. Gevaarlijk. Nee, ik blijf iets van het randje af. Kijk die hoogte. Wow, ik ben er duizelig een beetje van. En daar zie je nog een huis. Oud huis. Maar ik weet niet of we hier naar beneden kunnen. Dat ga ik niet doen, hoor. Nee, dat gaan we niet doen. Wij lopen hier langs weer terug. We gaan zo weer helemaal terug en dan daar achter omhoog naar de camper. Kunnen we lopen en in één keer doorlopen? Hey. Ik ga hier langs. Ik ook. Kijk wat de geit hier is. Nee. Nou, die heb ik al weggeschreeuwd, denk ik. Heb je die weggeschreeuwd? Hier is de ingang vanaf de andere kant. Ik ben benieuwd hoe oud zoiets is. Geen geit te bekennen hier. Die is hem gesmeerd. We zitten hem op het spoor. Het is nog vers. Of zo, we naar Annie. Hier vind ik niet zo leuk om erheen te lopen. Straks zit er een slang of zo in die bosjes. Ik weet het nooit. Ik heb even opgezocht op Google wat dit was voor geit. Het was een Spaanse steenbok. Hoe weten jullie dat eventjes? Ik heb even wat informatie opgezocht over Hollywood in de woestijn bij Almeria. Sinds de jaren 50 is het woestijn het decor geweest voor meer dan 300 films. Klassiekers als Once Upon a Time in the West, Indiana Jones is hier grotendeels opgenomen. Game of Thrones is een gedeelte hier opgenomen. Ja, wat nog meer. Meer dan 300 films in ieder geval. Er zijn 14 westerndorpjes zoals Fort Bravo, die we net hadden gezien waar we naar beneden waren gereden. 14 dorpjes zijn hier gebouwd om met de bedoeling een alternatieve locatie voor Hollywood te bieden. Ik vind het aan de ene kant ook wel jammer dat we niet voor het Bravo en Mini Hollywood en dat soort dingen in kunnen. We moeten wel een beetje om het geld denken natuurlijk, want we hebben allebei geen inkomen. Dus als we al dat soort dingen gaan doen, dan gaat het natuurlijk al wat harder dan dat het nu al gaat. Maar ja, we kunnen de kosten nou wat terug gaan verdienen door off-grid te gaan staan zoals nu. Het scheelt toch weer 20 euro per dag. We blijven natuurlijk straks wel leuke dingen bekijken hoor. Het is niet zo dat we nergens meer naartoe gaan, maar we gaan er wel een beetje om denken. En Marokko gaan er natuurlijk wel veel leuke dingen aan komen. De tortilla ligt weer in de pan met kip. De bonen gaan er nou ook in. We hebben weer een lekker maaltje op het vuur staan. Ik weet niet wat hier aan de hand is dan. Is dat nou rook of is dat gewoon helemaal zand wat rondwaait? Een halve zandstorm. Het is helemaal mistig in ieder geval daar. En de lucht heeft een hele rare kleur gekregen. Of dat nou rook is, dat weet ik niet. Het is alleen echt daar helemaal, die hele kant. Misschien komt wel dik nood weer aan, dikke zandstorm. Ik ga het zo meemaken. Eerst maar even eten. Volgens mij komt de nood weer aan komend weekend. Ik hoop dat het mee gaat vallen. Oh kijk, deze cactus. Deze heb ik nog nooit gezien. Jij wel? Nee. Deze zie je niet vaak. Welke kant gaan we op? Ja, dat weet ik niet zo goed eigenlijk. Oh. Is dat een mooi uitzicht? Ik ga niet te dicht bij die rand. Het is behoorlijk hoog. Er hangt wel een hele aparte lucht. Ja, het zei dit ook lekker dat er echt zo'n regenbui met allemaal zand erin komt. Ja. Hier moet je wel voorzichtig lopen hoor. Ja. Ja. Het waait een beetje te hard voor de drone. Ik zit de hele dag al een beetje op mijn telefoon te kijken naar camperroutes door Marokko. Dat is nog wel aardig lastig om daar een mooie route doorheen te plannen. Ik weet dat er heel veel routes te koop zijn van andere reisorganisaties of vloggers of andere groepsreizen of weet ik veel wat allemaal. Er zijn zoveel routes te vinden. Dus ik denk dat wij gewoon de plaatjes gaan zoeken die wij mooi vinden. En dat we daar zelf een hele route van gaan maken. Gewoon een eigen route maken. Wel een beetje kijken of je er allemaal makkelijk aan komen en zo, maar het is nogal aardig lastig. Ik heb de boiler even aangedrukt. We gaan allebei even douchen. Daarna ga ik even tv kijken op bed. Dus het is alweer tijd om de vlog af te sluiten. We weten nog niet waar we morgen heen gaan. Ja, druk aan het zoeken. We zijn druk aan het zoeken, ja. Nou, we moeten nog even zien. We weten het niet precies. We gaan even wel verder naar het zuiden. Of we langs de kust gaan of een beetje door het binnenland eerst, dat gaan we morgen even bekijken. We gaan langzaamaan richting het zuiden om dan met de boot naar Marokko toe te gaan. Daar wil ik met een weekje tot 10 dagen zoiets. Nou, ja, zoiets. Een weekje ongeveer 10 dagen en dan willen wij in Marokko wezen. Anderhalf week ongeveer. Ja, dus dat gaan we doen. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en hopelijk zijn jullie er morgen weer bij. En vergeet de duimpjes niet. Doei tot morgen. Doei.